LGBTQAI plus gemeenschap vind ik een van de mooiste dingen dat er bestaat, omdat die echt gewoon liefde vieren. Liefde is echt alles. Gewoon van elkaar houden en ook genderexpressie, dat gaat over wie je bent. En uw ziel echt. En dat wordt echt gevierd. En daarom vind ik dat een van de mooiste communities dat er zijn. Er is zo vaak onderdrukking op de LGBTQ community. En niet alleen LGBTQ community, gewoon alle communities die onderdrukking hebben ervaren. En daardoor aanvaarding lijkt mij niet genoeg, want die onderdrukking heeft dat zo omlaag geduwd. Aanvaarden gaat dat alleen maar op dat level houden. Pas als je echt actief gaat steunen en liefde gaat tonen en support gaat tonen, gaat dat terug op een normaal level komen, zoals het eigenlijk hoort. Dus ik moedig eigenlijk gewoon iedereen zo hard mogelijk aan om andermans verschillen actief te steunen en terug naar boven te brengen waar het eigenlijk zou moeten zijn en altijd al geweest moeten hebben. Solidariteit is het verbinden met elkaar door elkaars verschillen te erkennen en elkaars gelijkenissen ook te erkennen en te aanvaarden en zo een mooie samenleving en samenheid te vinden. En probeer je misschien voor te stellen dat mensen die anders zijn als u, dat je zelf misschien niet begrijpt, omdat je het zelf nog nooit hebt meegemaakt of hebt gevoeld, dat die persoon daar ook niet voor heeft gekozen. Niemand kiest voor een levensstijl die onderdrukt is. En steun elkaar daarin en wees solidair op die manier. Ik probeer echt hard fast fashion markets te ontwijken. Soms betrap ik mijzelf dat ik er wel naartoe kan gaan als ik echt iets nodig heb en ik weet dat ze het daar hebben en zo, maar verder probeer ik wel dingen te kopen waarvan ik weet dat ik de juiste mensen steun. Small businesses of zo vind ik ook leuk om te steunen. Daarom vind ik Captain Cork ook een heel mooi concept en een mooi initiatief. Dat ze ook duurzaam zijn. Ook een heel belangrijke. Courage heb ik bij mezelf heel hard gevonden, omdat ik nu echt mij niks meer aantrek van wat andere mensen denken. En ik durf te zijn wie ik wil en ik durf me te kleden hoe ik wil. En ik kom onder de ogen van mensen waar ik daarvoor heel veel schrik had. En ik heb dat stapje per stapje opgebouwd tot de persoon wie ik nu ben. En dat is nog altijd aan het groeien en evolueren. Ik ben daardoor ook heel dankbaar voor sociale media, omdat dat echt een medium is waarbij je contact kunt maken met mensen over heel de wereld, met zoveel verschillende visies en gedachtegangen en standpunten die alleen maar duidelijkheid brengen en je leert echt alleen maar van elkaar.